de tweede boerenmarkt in Vilseren. De tweede dit jaar. En wat een succes. Komt natuurlijk ook door het mooie weer. De eerste editie viel bijna in het water. Door inderdaad de regen en de storm. En dat werd keurig opgelost door in het parochiehuis de markt verder te laten gaan. Maar deze keer is natuurlijk wel gigantisch mooi. Veel belangstelling en een groot succes. Ook voor de ondernemers. Heiluiver is natuurlijk heel bekend in de gemeente Dalfsen, maar ook ver daarbuiten. Ja, en ook ver buiten de grenzen van Dalfsen. Ja, dat hebben we net al beleefd. Ze komen al van de Veluwe hier naartoe. Dat is een goed teken, dat toch? Dat is een heel goed teken, meneer. Dat is een heel goed teken, ja. Wat voor kaarsen maken jullie bij Heiluiver? Want dat is een ontzettend breed assortiment, heb ik gezien. Nou, in de basis even. Het is allemaal kaas dus van onze eigen koeien, eigen kaasmakerij. Wij hebben de rauwe melk die wij dus verwerken. Onze melk wordt niet gepasteuriseerd, dus alle goede dingen zitten er nog in. Dat is ook even het verschil, daarom mag het ook boerenkaas heten. Zou het gepasteuriseerd zijn, dan mag je niet meer het logo, niet meer de naam boerenkaas. Dames die zwanger zijn, mogen die kaas eten of mag dat niet? Ja, nou ja, ik, dat krijg ik vaak voor mijn kraam. Is het van de rauwe melk, is het gepasteuriseerd? De laatste mode, ik heb geen oordeel verder, maar de laatste berichten zijn dan dat zwangere vrouwen geen rauwe melk mogen hebben. Maar ik heb twee hele gezonde dochters, die zijn iets ouder. In mijn tijd was dat nog niet, dus ik weet het niet. Ik heb de wijsheid niet om daarover te oordelen. Nou, ik ook niet, gelukkig. Nou heeft u heel veel soorten kaas liggen. Ik zie ook hele oude kaas liggen. Wat loopt nou het hardst, zeg maar? Meneer, dat kan ik niet zeggen. Ik heb wel eens gehad, markten, dat ik zei halverwege, breng mij nog een nieuwe fenugreek. En dan krijg ik een nieuwe fenugreek en dan verkoop ik er geen stuk meer van. Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Dat klinkt misschien wel een beetje. De fenugreek is vandaag weer populair. De oude snijdbare is vandaag weer populair. Jong, u ziet het, is nog onaangesneden. Dus het is... Er is geen pijl op te trekken. Er is inderdaad geen pijl op te trekken. Zo klopt het, ja. U maakt alles zelf op de boerderij, ja. Eigen kaasmakerij. Als ik nou eens kijk naar bijvoorbeeld horecaondernemers, restaurants. Ja, hebben nog, ja? Ja. Wij hebben een heleboel restaurants hier in de omgeving. Daar kunnen wij ook op verzoek de kaas in hotelblok maken, de vierkanten. Zodat ze het op de snijmachine kunnen doen voor hun broodjes. Ja, ik mag geen namen noemen, denk ik, van alle restaurants die, hier en daar onze kaas hebben. Het zijn er een groot aantal hier in de regio. Ook hele gerenommeerde, hele grote in Zwolle. Wat is het verschil tussen supermarktkaas en kaas van Heiluiver? Hebt u even. Nou ja, om te beginnen, de kaas van de supermarkt is in 9 van de 10 gevallen gepasteuriseerde kaas. Dus daar heb je het beginverschil al. Daar worden ook conserveringsmiddelen en kleurstoffen aan toegevoegd. Dat zit bij onze kaas niet, dus daar heb je al hele essentiële verschillen. Er zijn ook kaassoorten die versneld rijpen. Nou ja, en dan hoef je het eigenlijk... Het antwoord is al in deze hele opmerking, denk ik, besloten. Want ja, als iets niet helemaal op de natuurlijke weg gaat, dan krijg je al een heel ander effect, denk ik. Dat is eigenlijk in de notendop even het verschil. Kaas heeft tijd nodig. Ja, ja. Die heeft 3 jaar gelegen. Die heeft 3 jaar gelegen. Jok heeft in de winkel een hele mooie spreuk. Age is not important unless you are a cheese. Volgens mij was het van Oscar Wilde, maar dat weet ik niet zeker. Goed product. Dat is gewoon, dat kan. Ik heb vroeger een klant die zei, het is niet te duur, het is veel geld, maar het is het wel waard. En dat geldt ook voor onze kaas, of niet? Kijk eens aan. Kijk eens aan. De Vilsterse powerreep, bomvol walnoten en abrikozen. Ik ga een stukje proeven. Ja, heerlijk. Wilt u ook even proeven, meneer? Ja. Worden speciaal gebakken voor deze markt. Zijn nergens anders te koop. Maar speciaal voor de Vilsterse boerenmarkt. Ja. Ja. Wat zit er allemaal in, behalve die walnoten en die abrikozen? Er zit suiker in, ei en meel van de molen. En zout. Een beetje zout natuurlijk. Hier van de Vilsterse molen, daar wordt het gemalen. Wat voor meel is dat? Het is gewoon tarwemeel, ja.
Hoe is dat idee ontstaan voor zo'n powerreep? Mooie naam natuurlijk, hè? Dat zegt ook iets. Ja. Ik heb voor dat powerreep nog iets Sallands proberen te bedenken, maar dat is me niet gelukt, omdat het toch die kracht uit wil stralen. Dat vond ik toch de Vilsense power nog het leukst. En ik kwam eraan toe omdat Gerdy Harms, die zit in de organisatie, en die zei zo van, goh, weet jij nog iets leuks zo? En toen dacht ik van, nou, leuke reep. Ik had het recept thuis nog liggen, heb ik denk ik 20 jaar geleden eens een keer gemaakt. En toen vond ik het lekker, maar daarna nooit meer gemaakt. En dan heb ik het weer geprobeerd. Ik heb het laten proeven aan de organisatie en die zeiden van, nou, hartstikke lekker. Nou ja, zo is het geboren. Dus, En is de reep populair aan het worden? Is het een trend aan het worden? Ja, er komen mensen al terug voor de reep. En bij de eerste dag was ik in een mum van tijd uitverkocht. Dus ik heb nu wat meer gebakken. En het gaat ook weer goed als een speer. Maar mensen komen terug voor de reep. Dus is wel heel leuk. Energierijk reepje dus. Goed zo. Inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. Jan Petter van de Vechtalbrouwerij in Dalsen. Jij staat er ook. Ja. Veel belangstelling? Ja, gaat goed. Is lekker druk hier zo. Beter dan vorige keer, toen was het een beetje aan de koude kant. Toen stonden we binnen in het parochiehuis. Maar het loopt lekker door, dankzij het leuke mooie weer, denk ik. Ja. Hoeveel soorten bier hebben jullie inmiddels? Volgens mij hebben we op dit ogenblik 9 soorten bier. Eigen bieren. Ja, van een lichte tot een hele zware. En alles wat er tussenin zit. Ja. En dat brouwen jullie in de eigen brouwerij in Dalsen. Jullie werken samen met Philadelphia, met cliënten van Philadelphia. Nou, dat loopt hartstikke goed, hè? Dat loopt als een speer. Gaat geweldig. Het is, de mensen zijn verschrikkelijk enthousiast. Elke vrijdag en om de woensdag komen ze langs om ons te helpen. En met veel liefde en passie zie je ze aan het werk. Ja, gaat heel fijn. Hoe ben je zelf bij die brouwerij terechtgekomen? Moet ik even goed nadenken. Dat was vrij in het begin dat we nog brouwden in Leeuwarden. Ben ik een keer mee geweest om te helpen bottelen. En dat vond ik zo leuk. Dat die keer erop wilde ik ook graag mee. En dat na verloop van tijd een paar keer werd het eigenlijk automatisch. Ging ik altijd mee. En op een gegeven moment in Dalsen hadden we onze eigen brouwerij. En het kwam ze nu en dan wel goed uit dat ik dagen vrij had dat ik kon helpen. Dus eigenlijk ja, vrij natuurlijk ingerold, zeg maar. Ja.